vanaf het Frank Hartje Giel Festival. Je hoorde Kings of Leon en You Somebody. En ja, als ik iemand kan gebruiken, is het zij wel hoor. Het is Suus van Suus the Night. Party time! Had je stem nu al naar de kloten? Nee, valt mee. Oh. Tenminste, ik hoop het. Dat horen we straks. Wat ben je bij de hooggenoot. Wat ben je toch weer een vrolijk wijfje. Ik sta hier gewoon lekker radio te maken en opeens hangt er dan iemand om me heen. En dan ben jij het met je knotje op je hoofd. En dan loop je weer te lachen en dan zie ik je weer een biertje drinken. En dan zie ik je weer lontrappen met je collega's. Ja, heerlijk. Fijn dat je er bent. Jij bent een vaste gast in dit radioprogramma. Want ik weet nog dat ik een week bestond. Ja, dat was zo. Weet je nog? Ja, maar ook... Bedoel je niet vorig jaar, in de nacht? Nee, okay, want dat was de allereerste nacht, keer. Toen waren we echt nachtbuddies. Nee, ja. Maar mijn nieuwe middagshow bestond 1 week. Kennismakingsfeestje, wie en was meteen, daar? En meteen, hop, Suus the Night erbij. Hoppakee. En we hebben ook een keer Dead's Lives gedaan zelf. Zeker. En daarom moest je ook hier zijn. Want ik vind dat jij onderdeel bent van mijn show. En volgens mij inmiddels ook gewoon onderdeel van heel 3FM. Nou, ik vind het super te gek. We hebben echt de meeste steun die ik ooit had hopen dromen. Dus. Pampus was ook cool, hè? 50 jaar 3FM. Ja, was ook gezellig. Oh my god. Je bent nu hier op het Frank Hartje Giel Festival. Welkom op mijn eigen festival. Welkom. Jullie hebben trouwens vanavond geen garnalen, hè? Want Nana is helemaal slecht gegaan op garnalen op Pampus. Oké, nee, we doen geen garnalen. We hebben trouwens wel allemaal foodtrucks en zo. Ga ik zo meteen nog even een kijkje nemen. Oh. Maar dat is allemaal buiten de zaal. Kan jij eens even om je heen kijken, Suus, en omschrijven van wat je ziet? Ik zie een hele grote zaal. Echt immens. Met hele leuke versiering en parasollen en van die banken die op lippen lijken, waar je op kon zitten. Heel veel parasolletjes, een Dixie met een stoel erop. Een hele leuke tent waar jullie dan in slapen. Ja, dat is een vouwwagen/tent inderdaad. Vouwwagen-tent. Daar slapen Giel en ik vannacht. Ik zie een matroos. Ja, want dat is dus voor die foodtruck onder andere. Een bakboord, daar kan je lekker visloempiaatjes halen en zo. Ja, de bar is nog niet geopend, want de deuren ook nog niet. 17:15 gaat het officieel open. Jullie spelen ergens vanavond ook nog. Dat hoor je morgen weer terug bij Giel in de ochtend, bij mij in de middag. Nee joh, gezellig. Maar nu... Al even een klein voorproefje, dus spring even over de barriers. Ja, het is een primeurtje op de radio. Ja, want welke wordt het? Een bijzondere. Het wordt The Great Bear. Is dat een nieuwe single? Het is geen officiële single geweest, maar omdat we... Ja, we hadden gewoon zin om deze te doen, omdat hij nog niet één geen enkele keer in het licht was Nee, en geweest. Nu het is toch een speciale gelegenheid zo op het Frank Hartje Giel Festival. Ja, dacht want jij, het nummer gaat over liefde, weet je. Oh, en dat is toch dus, wel een beetje de hoofdmoot, hè? It is yours. Nou, rennen, Suus. En ze gooit de koptelefoon af, klimt over de hekken. Je hoort te schreeuwen als een soort van Tarzan door de jungle die 013 nu is. Live vanaf het Frank Hartje Giel Festival is het Suus the Night en ik ben er trots op. The Great Bear nu live. All right, let's do this. Oh,
Je moet je voorstellen, hè? Een lege concertzaal. Beeld je even eentje in bij jou in je dorp of in je stad. En daar staat dan Sue the Night. Staan ze met z'n vijven. Dit rustgevende moment. Dank jullie wel. Live op het Frank Hartje Giel Festival. Sue the Night.